Het is weer tijd, jongens, voor Overwatch. Nou ja, weer eens. Gisteren had ik natuurlijk ook Overwatch gedaan, als je die aflevering nog niet hebt gecheckt. Check hem even. What's up, guys? Hallo. Ik heb er super veel zin in en wij gaan vandaag, ik denk, Anna maar spelen maar weer. Ik bedoel, ik moet Anna spelen. Ik ben slecht met Anna. I'm a bad Anna, by the way. Hello. Ik moet maar Anna gaan. Waarom niet dan toch? Waarom niet? Jongens, ik wil meer Overwatch gaan uploaden. Ik wil echt ongeveer 5 keer per week ongeveer gewoon Overwatch doen. Ook gewoon als video daarnaast. Mag ik praten alsjeblieft? Thanks, dude. Maar ja, ik wil meer Overwatch doen, want ik wil voor de top 500 gaan. En dat is ook de titel. Voor de top 500 gaan. Zoals je al ziet, top 500 is ingegaan. Ik weet niet precies wat voor rank hun zijn. 44. Dus ik kan het halen. Ik kan het serieus gaan halen. Oké, okay, ze hebben een Zarya, ze hebben een Symmetra, denk ik. Ik weet niet zeker of ze Symmetra hebben. Nee, ze hebben geen Symmetra, want we kunnen meteen doorpushen. Dat was een mooie hoek. Oh my god. Wel, zoals je al hoort, het is een erg gezellige groep. Iedereen is lekker zijn ding aan het doen. Slaapt iemand daar? Ik weet niet precies wie. Maar ik ben ook niet goed met Anna, by the way. Ja, ik ben niet de beste met Anna. Wat een beetje zuigt. Ik wil liever Mercy spelen. Of Zen zelfs, ja. Behalve Anna. Anna is gewoon niet mijn, mijn choice of pick. I just don't like it. Kunnen we niet pushen, dude? Thank you. Kunnen we niet pushen? Kunnen we high ground pakken? Kunnen we alles doen? Alles tegelijk? Oh shit, Help a brother. Ik probeer je te healen, bro. I got you. Yo, McCree sleeping. Oh my god, Soldier zit naast me. Yep, Soldier zat naast me. Ik kon in de CS niks doen. Dat was een beetje fucked up. En mijn team moet hier ook naar achter vallen. Oh, dat was een mooie hoek, maar helaas niks. Even kijken, ik heb hier bijna mijn ult. Maar wie moet ik net op boosten? Dat is een beetje mijn concern momenteel. I have ult. Yeah, but we need to take that Mercy. Don't stack behind me. Come on. Shit. Okay, this is prima. Behind us. Okay, we got it. Mercy? Shit, dat zuigt. Dat is heel erg slecht. Yep, dat is heel erg slecht. En ik kan niet echt veel doen nu. Ik sta heel erg out of position. Ik kan die paar ulten, ik kan daar niet veel doen. Wat moet ik doen? Ik heb serieus geen idee. Ik heb 2k healing dan, dus meer dan Lucio. I guess dat ik gewoon door moet blijven gaan met Anna en just do it. Oh my god, die Rodok die speelt zo greedy. Hij heeft wel goede hooks, dat zeker weten. Oké, okay, shield is down. Ik kan hem nu niet healen. Ze hebben alweer een ult. Help. Die kan niet healen, mooi zo. Where's Mercy? Oké, okay, nice, you got her. Oké, okay, team kill, boys. Gaat lekker. On fire, samen met Lucio. Wij healen natuurlijk gewoon. En nu mogen we lekker afkomen op de kart, bro. Leuk, hè? Iemand zegt serieus, hoe kan ik een Rodok... Of, hoe kan ik sneak met Rodok? Nou, bro, ik denk niet dat je dat kan. En je wat? YOLO grenade en YOLO sleep. Oké, okay, helaas niks. Can't heal you when you're purple, man. Zo, hoppakee. Ik heb mijn ult. Ik moet mijn ult op wie gebruiken. Ja, dat is dus ook awkward tegenwoordig in de meta. Wie moet jij fucking Anna ulten? Ah, shit. Ik ga nu deze Anna ult bewaren. Ja. Yeah. There's our soldier behind high ground. En nu komt Reinhardt eraan. Wat ik ook niet echt leuk vind. Nice. Oh, dat was een Grafton, maar dat werkte in ons voordeel. Want ze waren maar met z'n tweeën daar. Dus dat was prima. Waar is Mercy? Zat die daar? Nee. Ik weet niet precies waar Mercy zat. Yo, he's sleeping. Nice, dat was een mooie sleep, thanks. Dat was prima. Ik heb echt geen flauw idee wat te zeggen. Ik ben echt enorm aan het focussen momenteel. Oh shit, nou laat maar die focus, dat was echt wakker. There you go. Oh shit. Speed boost. Nice. Let's go. Oh, oké. Okay, we mogen weer terug. Oh my god, ik viel er bijna vanaf. Ah, dat is prima dat ze hebben gerest. Ja, oké. Okay, let's fall back.
I got you, Lucio. Was that girly laugh? Oh, ik hield de Lucio gelukkig naar dat hij wel vol. Dat was mooi. Is ice purple, ice purple? Let's go, man. Ja, I don't know, dude. Dat is kill Zarya, denk ik. Hoppakee, dat is prima. Oh, er viel iemand naar beneden. Oh nee, daar is Mercy. Oh, die hoort bij mij. En er ligt ook nog iemand. Well done, guys. Woo! Twee kills daar op Mercy en Pharah. Lekkere heals gedaan, hoor. Dat is een solid aan een potje. En het is wel heel druk. Iedereen zit lekker te praten en zo. Alsof het gewoon gezellig feestje is, joh. Alright. Laten we dit doen, man. Ze zijn echt zo... Ze zijn nog steeds aan het praten. Ze houden hun gewoon mod niet. Ze zijn gewoon gezellig aan het praten. Ze praten over Tracer's pulsbom dat hij op de rechter muisknop moet. Al purple. Ze zijn allemaal purple. Ik weet niet waar ons McCree is. Daar is hij. En daar is ons Ryan. Oké. Ze gaan... Links flanken? Ja. Ga links flanken, dus ik gooi hier ook mijn grenade. Probeerde daar iemand purple te maken. Is me niet gelukt. Oh my god, reloading. Guys, fall back on point, dude. Ain't that hard. Random sleep dart. Genji staat er links, dus ik moet een beetje hier blijven. Bij je kiten. Ja, ik moet een beetje oppassen hier. Zo, die kan zichzelf wel healen. Ah, shit. Ik moet denk ik ook meer in mijn rechtermuisknop zitten, in mijn scope. Ook al mis ik dan blijkbaar alles. Nice, good job, Sam. En dat was ook mis. Lekker dan, hoor. Ik heb, denk ik, in totaal 2 uur en Anna of zo. Misschien iets meer. Maar niet veel in ieder geval. Oh my god, nee. Nu gaan ze nou op ons jumpen waarschijnlijk. Ja, ik ben dood. Monkey achter ons. Oh, ik moest ook mijn ult doen. En ik kon het op Soldier doen, maar ik zag Soldier nergens op dat moment. Ja, dat was een waste. Genji wrecked iedereen. Dat is een beetje jammer. We kunnen deze ook niet meer contesten, wat ook een beetje vervelend is. Heal de McCree. Alright, McCree is on full health en die is dood. Dat is hoe shit werkt. Mensen spelen heel erg greedy en dan zijn ze dood en dan moeten wij nu... Dan kunnen hun nu free pushen, pretty much. Wat een beetje een probleem is. Want wij kunnen nu niet veel doen. Oh shit, maybe not the best idea, but... Holy fuck, man, what's this gay as fuck? She's such a gay hero! Oh man. Guys, you should come back. Yeah. Kijk, dat bedoel ik. Dat komt alleen maar omdat we geen McCree daar hadden. Als McCree, dan kon die Winston in één klap dood. Ik moest ook volledig helemaal terug naar achter, naar de tweede choke. Maar, feels bad. Ik blijf hier nu staan. Ik denk dat dit een hele goede locatie... Oh my god. Ja, dit was een hele goede locatie. Oh shit. Als wij daar een kill kunnen maken, zal het huge zijn. Maar hun hebben daarentegen een veel betere advantage hier. Helaas. Ja, wij kunnen helaas hier niet zo super veel doen. Probeer te healen, bro. Oh my god. I'm not sure if ik... Come on, man. Dit is hem. Please. Go, Tiger. Go. I'm on the rain. Nice. Soldier MVP, bro. Ik ben dood, maar... Oh my god, ze hebben dit ook nog. Good job, guys. I mean... Why don't we step up the game? We're fucking scrubs. We're fucking scrubs? Yeah. I mean, ik speel dit point... De verdediging speel ik niet goed. Aanval was prima. Verdediging... Questionable of ik dit goed speel. Maar die ult op die Soldier. En dat Soldier net kwam. En ik zag Soldier net. En hij had zijn ult. Bam, jongen. Dat hebben we toch wel weer een paar minuutjes gesaved. Dus dat vind ik wel leuk. Ik kan je niet heal als je paars bent, dude. Wel een beetje een greedy ult. Maar oké. Probeer hem te sleepen. En er staat een hekje voor. Backline drop. No, I cancel. Ik probeer hem te healen, dude. I tried. Ik probeer ook een grenade op hem te gooien.
En ik probeerde weer een sleep dart. Mijn sleep darts zijn niet echt goed. Nee. Nee, maar de sleep darts zijn een beetje slecht juist. Ik probeer te healen. Nee, joh, is fijn. Is prima. Is prima. Ze hebben nog maar 3 minuten 23. We got this. Ja. Yeah. We got this. Hoop ik. Oké, dat was een slechte grenade. Dat is prima. Ik wil, als ze al, door alles worden gehit, dan is het een beetje awkward. We need to get this Genji. Oké, oké, oké. Oké, dat was nice. Dat was een hele goede push. Dat was een hele goede push. Yo, can't heal you when you're out of range. Wel, ik ben een sniper, maar ik bedoel meer als iedereen ervoor springt, you know. Soldier, I got my ult for you. Just ask for it if you want it. Tell me when they're on the point. Tell me when they're on the point. I mean, I think that I should have done. We have 3 ults for this push. It's a bit greedy, maybe. I don't know who I shield. Oh my god. Ik kan je niet healen. There you go. Prima, prima. Ik ga hier links staan. Als ik de tijd heb. Boop. Oh, helaas geen sleep. Altijd leuk als je een sleep dart raakt. In de spawn in ieder geval. Nice. We zijn allemaal daarboven. Ik heb 2 grenade. Speed out. Ik probeerde in mijn creed te healen. Ik miste 1 keer. Maakt niet uit. Hij noemt still up? Ik weet het niet. Ja, die is dood. Niks aan te doen, niks aan te doen. Just go back. Kan niet iedereen healen, boys. Oké, misschien moet ik mijn grenades meer defensive gebruiken. Want ik gebruik het nu heel erg offensive. Wat misschien niet het beste is om te doen. We moeten deze wel verdedigen. We moeten dit wel echt doen nu, man. Ja. Yeah. Is prima. I got you, dude, denk ik. Nee, I don't got you. Reloading. I tried to use my ult. Didn't go off. Shit, ik had echt voor laatste seconde dat ik mijn ult. Ja, dit wordt hem niet. Deze hebben ze gecapt. Hij slaapt wel. Als ik Tracer dus survive, dude. Ja, dat was jammer. Dat was slecht. Dat wordt nu wel een spannend potje, want nu staat het 3-3. En nu moeten we natuurlijk nog 1 push doen. Kijk hoe ver we komen. Als we deze gewoon volledig 100% goed kunnen verdedigen. Man, dan hebben wij genoeg tijd. 2.50 om te pushen. Hun gaan natuurlijk gewoon 2 aggressive push neerzetten. 100% moet wel. They're all purple. Nice. Ze kunnen dus niet healen. Dat is best wel heel belangrijk als je niet kan healen. En wij moeten hier ons... Reinhard, blijf focussen. Ik gooi weer een aggressive grenade. Hij raakt helaas niemand. Someone sleeping left side. Reinhard sleeping left side. Ja, yeah. En dat is dan weer een bait. Like, geen goede bait. Een hele slechte bait. Want Reinhard charged daarop, maar dat moest hij eigenlijk niet doen. Dat was zo greedy van hem. Om daarop te charge. Hij moest gewoon wachten. Ja. Yeah. Like, Reinhard charged erin en dat moest niet gebeuren. Dat is een beetje jammer. Ik had een sleep, betekent niet meteen dat je ervoor moet gaan. En dat is wat wel werd gedaan, helaas. We gaan kijken of deze Genji. Oké, we moeten nog 1 goede push hier hebben. Like, 1. Nice, we need to go now. Try. Go, please. We need to go. Oh my god, we mogen de shield niet omlaag doen, dude. My shit's broken. One is in the back. I'm trying, Ryan. Ja, misschien moeten we iets naar achter gaan, want ze hebben inderdaad spawn advantage. Oh my god, dit werkt nu. Dit is een typisch geval van momentum. Let's go far back, further back. Just wait for response. Don't get picked off. Ja, nog meer. Gewoon echt helemaal hier staan. Want we moeten wachten op iedereen. Wat zuigt. My ultimate is almost ready, okay. I am ready to
Ik had mijn sleeping dart niet geraakt. Beetje jammer is. Nice. Nice. Oh, zie die killfie er rechtsboven. Team killetje. Lekker hoor, met 13k healing. Netjes man. We komen er wel, dit kunnen we wel doen. Eén goede push. Hebben we nodig. Well, if we got a good Widow. Hey, Mercy tijd. Ik wil eigenlijk dat Widow zo snel mogelijk een pick maakt. En dan kan ik ook hier met Pharah goed gaan spelen. En ik ben... Go in. I'm with you, Pharah. Let's go. Nice. We need to go now. Ah, shit. Oh, dat is RIP. Oh, dat is RIP. Hey, dit hebben we. Ziet er goed uit. Yo, McCree flanking behind us. Behind statue. Nou, he's... Oh my god, ze spelen zo greedy, man. Who's this low? Behind you. Waar is die McCree? Oh my god. Is McCree dood, though? Nee, McCree is niet dood. I'm low. Oh, dit is niet goed. I got you, Pharah. Dit is bad. Kindje behind. Save me, Widow. Okay, that was close. Yeah, I can't heal you, dude. Can heal. Okay, that was close. Niet doodgaan, alsjeblieft. Come on, Widow. Don't throw it, man. Je moet even een paar kills maken. Come on, 1 kill. Just go. I got my rest. I'm far in the back. Come on, man. Just commit. All in. Die on point if you need to. Just die on point, inderdaad. You can res that real quick. 4 man rest. Let's go. Hoppakee. Al hun ults gaan eruit. Wij maken een kill. Goede trade-off. Nog een trade. Nice. Woo! Kijk, dat bedoel ik, jongen. Accuracy. Heerlijk. Ik vind het een leuke groep. Gezellige groep, man. Gezellige groep. We moeten nu best wel ver pushen nog. Wat wel een beetje naar is. Hebben we ult advantage? Nee. Ik heb bijna res. Wel, bij. Het is wat je bijna noemt, toch? Hey, dat is best wel bijna. Oké, Genji is stompen. Moet ik een beetje naar achter. Oh, yeah, she used it. No, she fucked up. We don't have much time. She lost them the game. Are we geen idee of ze Earth Shatter hebben. Come on. This is the run. Hoppakee, lekker hoor. Let's go. Good job, Pharah, man. Ik denk dat we deze hebben. Ik denk dat dit hem is. Dit is hem. 100%. De team kill finish. Good job, guys. GG, man. GG. Man. Hele leuke mensen. Gezellige mensen. Top 500. Wij gaan ook voor de top 500, of course. Blijkbaar met support / tank. Wie heeft de play of the game? Niet eens de 4 mannen rest, man. What the fuck? Nee, Ryan had... Was dit onze Ryan? Ja, dat was onze Ryan. We speelden dit heel erg solid. We speelden het heel erg goed. Wat een goed team. Die goed met elkaar ging praten. En iedereen bleef positief. Waardoor wij uiteindelijk de win konden fixen. Dus yeah. Hartstikke mooi. Wat voor rank heb ik momenteel, guys? Ik heb momenteel 41-04 ranking. Bijna season high. Super trots op. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie weer de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Overwatch Competitive.